Terug naar mijn missie. Kan ik zweven? Dat blijkt nog niet zo makkelijk. En nu moet ik me weer melden op het strand. Het is echt een prachtige plek hier. Maar ik heb geen idee wat ik hier uitspook. Dit is meer een plek waar je gewoon weggewaaid kan worden. En niet om te zweven, toch? Atlas! Hoi! Ga je mee zweven? Dat lijkt me prima! Oké. Dit is Bas. Hij is duinsoorder. Dat is een hele spannende sport die steeds populairder aan het worden is. Door de wind die tegen de duinen opgestuurd wordt, ontstaat een luchtstroom waar je echt uren op kunt zweven over duinen en strand. Kijk, dat lijkt me nou de ultieme manier om te zweven. Maar of het mij gaat lukken? Hey Bas. Hallo. Nou, dit is nou een paraglider of scherm of parapent. Maar is dit nou eigenlijk wat gewoon vroeger ook een parachute was, of is het echt iets anders? Nou, het lijkt er wel op. Kijk, een parachute, daar vlieg je echt snel mee naar beneden. Ja? Met een paraglider kan je gewoon echt goed blijven hangen. En je vliegt als het ware met een glijgetal van 1 op 10 omlaag. Dit zegt me helemaal niks. 1 op 10 glijgetal? Ja, precies. Als je in stilstaande lucht hangt, dan ga je 1 meter omlaag en dan ga je 10 meter vooruit. Dat is het glijgetal wat moderne schermen tegenwoordig hebben. Dus je 10 op 10, dan is het gewoon ineens naar beneden. Dan is het recht omlaag. Dat is het laatste wat je wilt. Dan snap ik het principe van een glijgetal. Ja. Oké, uitleg hebben we gehad. Alles op zijn plek. Ja. Tijd om te gaan oefenen op de grond. Je pakt eigenlijk je A-risers, dat zijn je voorste risers. Die zijn verbonden met je voorkant van je vleugel. Dus als je die heel voorzichtig omhoog brengt, dan gaat de vleugel eigenlijk vanzelf vliegen. Ja, ja. En dan is het nu mijn beurt. Oké. We koppelen je aan, Klaas. Die zit vast. Zo? Ja. Dit is je rechterhand, dus ik help je er een beetje bij. Daar komt hij. Draai maar om. Oh, je draait de verkeerde kant om. Ja, nee, dat ging goed. Draai maar rechtsom. Niet te veel aanremmen. Oh, jongens, ik heb echt geen idee wat ik doe. Ja, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Ja, mooi. Ietsje naar voren lopen, naar voren lopen. Ja, oh, ja. Helemaal goed. Oh, ja, ja. Ja, ja, handen hoog, handen hoog, handen hoog. Shit. En blijf hem volgen, hè, die vleugel. Blijf hem volgen, rustig. Aanremmen, ja, handen hoog. Beetje aanremmen. Rustige stuurbewegingen. Kijk, Klaas. Zet! Ja, ja, ja. Ik heb het scherm onder controle, maar de besturing is echt moeilijker dan gedacht. Laat staan dat ik in mijn eentje de lucht in kan. Ik bedoel, ik moet ook weer naar beneden. Om mijn missie toch te laten slagen, ga ik daarom samen met Bas de lucht in. Nou, dit is dan het moment. Het waait stevig. Alleen vliegen gaat hem niet lukken. Maar ik krijg wel de uitdaging om straks alleen te sturen, wat ik ook wel een dingetje vind. En we gaan dus gezamenlijk de lucht in nu, hè? Klopt. Ja, lopen naar het water toe. Loop maar naar het water toe. Ja, naar het water toe lopen. Ik wil wel, hoor. Oké, helemaal goed. Nu lopen we schuin de duin op, een beetje naar rechts toe. We laten ons lekker meesleuren door de wind. Ja. Want die doet het werk voor ons. Ja, Ren. Go. Ja. Nou, we gaan vliegen, Klaas. Krijg nou wat. We zweven. Woe. Goed gedaan. Het is hard werken. Maar het gaat nog goed, hoor. Ga een bochtje naar links. Yo. Doe eens rustig. Ja. Dag buurman. Maak je me misselijk? Ja. Oh, gast. Kappen. Dat moet Bas niet te vaak doen. Maar de eerste angst is overwonnen. We zweven. En om een missie echt af te maken, mag ik nu zelf sturen. Focus gewoon op het duin, dat je deze koers aanhoudt. Ja? Hij gaat lekker, Klaas. Ah. Ah, daar zit ik gewoon. Zwevend boven de duinen. Briljant. Ik ben nu gewoon zelf aan het sturen. Super bedankt, hè? Graag gedaan. Oh, boy. En nou mag jij weer. Oké. Ja, kan ik zweven? Ik dacht het wel. Oh, yes.